bad, lavabo, de douche en de spiegel. En dan moet gestofzuigd worden, de badkamer. De vloer moet ze vandaag poetsen. Maar wat ook heel grondig alles is. Filip kwam op het idee van de poetshulpkaarten dankzij een ander kaartspel. Het is eigenlijk met mijn zoontje Uno te spelen dat ik de link had, de creatieve link van, ah ja, eigenlijk, dit is heel makkelijk. Kleuren, iconen, zonder woorden kan eigenlijk, want die is 3,5 jaar, zonder woorden kan die eigenlijk verstaan wat je moet doen met dat spel. Adisa is nog maar pas in ons land en is heel blij met de kaarten. It helps those who can speak Dutch and those who can read, because with the pictures you see everything on it. Zonder kaarten is het moeilijker om uit te leggen wat je van je poetshulp verwacht. Dat was eerder met handen en voeten, hè. Geprobeerd dan te wijzen en te doen. Maar dit geeft echt wel een instrument om ook, ja, als de huishoudhulp de eerste keer komt, is het best dat je rondgaat met de kaarten. Okay. En het is ook een motivatie, het is ook plezant, ze ziet vooruitgaan, dus het werkt wel echt heel goed. In Gent hopen ze dat de kaarten aanslaan en dat heel Vlaanderen ze zal gebruiken. It's easy, even a child can see that, so it's very easy for us. Voilà, iedereen content, dat is voornaamst eigenlijk.